Drost melden bij het wedstrijdsecretariaat. Jij bent Raymond Drost, je was razendsnel hier naar de oproep. Ja joh, ja. Ook al ben ik ook 35 plus, ik ben nog redelijk snel hoor. Dus ja hoor, en als iemand me roept dan moet ik er voor de zijn. Hè. Dus, daarom. Dat is een van de weinige dames zag ik op het veld. Ja, we hebben wel drie dames nog in de crew. Die zijn onder andere nu de loodjes aan het verkopen. Dus we hebben een beetje een mingeling van mannen en vrouwen. Ja. Jij bent een van de organisatoren van de zes, zag ik. Het is een lustrumjaar, zag ik, Raymond. Ja, klopt. We staan nu voor het vijfde jaar. En we gaan het extra aankleden door veel aandacht te schenken aan een goed doel wat wij ondersteunen. Dat is de stichting Evie van Vught. Daar hebben we onder andere een loterij voor. En we verkopen ballen voor die stichting en al dat geld gaat naar dat gezin toe. Kun je omschrijven waar het precies dan voor bedoeld is, voor een gezin? Ja, het is eigenlijk om hun ook een beetje financieel te ondersteunen met betrekking tot alle dingen in huis die zij moeten veranderen. Maar ook gewoon leuke dingen kunnen doen, noem maar op. Het is gewoon echt een extra ondersteuning voor het hele gezin. Ja. Wat is het, de connectie? De connectie is dat een van de jongens, daar hebben we jaren mee samen gevoetbald. Dus dan was eigenlijk de link was heel snel gemaakt. Ja. En dat gaat tot nu toe? Dat gaat super. Dat gaat echt helemaal geweldig. Boven verwachting zelfs. Ja. Heel goed. Heel goed. Leuk dat op deze manier van de grond kan komen. Ja. Daphne. Ja, hallo. Jij bent vandaag de lady speaker. Ja. Het was goed te horen, luid en duidelijk. Ja, dat klopt. Even een korte impressie. Ja, 50 plus toernooi, alleen maar man natuurlijk. 1 vrouw volgens mij die mee voetbalt. Ja, ook wel veel blessures heb ik gezien, maar vooral heel veel lol, veel plezier onder de mannen. Ja. En leuk dat er zoveel nationaliteiten zijn. Ja. Kun jij dat communiceren onderling of is er de Engels voor de voertaal? Engels kan ik prima voeren, maar Frans wordt erg lastig, maar Le Havre die maken ook alweer taalgrapjes, dat is ook leuk. Even het toernooi zelf, het is een 35 plus toernooi, maar ik zag ook buikjes, ik zag ook ouderen van dagen, tussen aanhalingstekens. 36 teams, klopt dat? We hebben dit jaar 36 teams, ja. Dat is organisatorisch best een klus. Ja, moet je voorstellen dat we ooit begonnen zijn met 12 teams. En dat was al best wel een klusje. Alleen je merkt wel dat op het moment dat het eenmaal staat, het toernooi, dat het ook vrij eenvoudig is om er een grotere toernooi van te maken. Natuurlijk gaat er meer tijd in zitten, maar dan hoef je niet meer het wiel opnieuw uit te vinden en dan staat het. Ja. Internationaal? Zeker. Dat wilden we heel graag. We hebben best wel goede contacten ook in het buitenland. En zodoende hebben we nu al 6 teams uit verschillende landen die hier naartoe willen komen. En we hopen in de toekomst dat dat nog meer gaat worden. Dus voor volgend jaar is het zo goed als zeker al in de knip. Ja, dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Nee, nee, maar, anders lijkt het net als het hele jaar verder niks doen. Maar ja, we gaan wel groter worden nog. We gaan het nog iets anders insteken. En de buitenlanders die hebben het hier zo naar hun zin ook. Die willen heel graag elk jaar terugkomen. Dus, zijn er veel blessures dan? Valt mee. Het ijs was niet aan te slepen vanochtend. Allemaal knieën, enkels. Dat was niet aan. Op een gegeven moment moest er ijs bijgehaald worden. Ja. Echt waar, joh? Ja, veel blessures. Ja. Warm weer, overmoedig worden. Ja, hoort erbij. 35 plus, dat wil zeggen dat er natuurlijk ook mensen van 50, 60 bij lopen. Ja, dat klopt. Ja, die doen ook mee. Ja, er is weinig onder de 35. Dat klopt. Wat je al zei, we zitten in een redelijk brede commissie. Dus iedereen heeft gewoon zijn taakgebied. En dat vullen we elkaar heel goed op aan. En zo is het ook goed te behappen. En met accommodaties doen we eigenlijk niet veel. Dat doen eigenlijk de teams allemaal zelf. Die zorgen zelf dat ze in een hotel zitten of waar dan ook. En waar nodig helpen wij ze. Als de vraag is van, joh, ken je een hotel in de buurt? Wil je daarin meedenken? Dan doen wij dat. Maar in feite ligt dat helemaal bij de teams zelf. Nou, je ziet het weer werkt mee. De lotusverkoop gaat als een speer. Ja. Ik denk dat jij tevreden terugkijkt straks. Ja, absoluut. Nu al. Het is nu al heel erg geslaagd. En we hopen op weinig blessures. We hopen op veel gezelligheid. We hopen op een mooie finale en dat we allemaal zo meteen terug kunnen kijken op een geslaagde dag. Hey, tot slot zag ik jou net een vreugdedansje maken. Je bent er in de prijzen gevallen ook met de loterij. Ja, we hebben een loterij voor de Evie van Vught Stichting. En daarvoor worden loten verkocht, zijn prijzen beschikbaar gesteld door verschillende sponsoren. En ik had iets gewonnen. En die neven 2 bij het Bergpaviljoen. Jij enorm blij. Dat is een toplocatie. Ja, daarom. Dus ik ben blij. Veel plezier. Ik ben blij dat het naar een goede stichting gaat, waar iets mee gedaan wordt. Je staat te stralen. Dat ja, helemaal blij. Ja. Ik ga ervan uit dat jullie klaar zijn als ik het zo zie. Nee, we moeten nog een wedstrijd. De finale. Oh. Maar we moeten moed in drinken. Ik laat het erop staan, maar ik geloof er helemaal geen moe aan.
Hoe zijn jullie geëindigd? Eerlijk. Slecht. Ik weet het niet. Laatste in de pool of één de laatste? Ja. Vijf keer gespeeld en één gewonnen. Dus 3 punten uit de hele dag. Olympische gedachte, hè? Olympische gedachte. Oh, de deelname is belangrijk. Ja, zeker. Even kort, jullie zijn IJsselmeervogels. Ja. Welk team en hebben jullie een speciale naam? Ja, dit is het gelegenheidsteam, de Rode Vogel. De Rode Vogel? Ja. Eerste keer dat jullie meedoen? Ja. Bevalt het? Jazeker. Dit wel! We kwamen. Steven die valt wel eens in met voetballen. Ja. En dus, daarom zegt hij: kom eens hier, een mooi toernooi. Ja. Nou, het is zo, een mooi toernooi. Dat is helemaal goed. Jullie maken er een topdag van, zie ik. Jazeker. Uitstekend, heren. Succes volgend jaar. Ja. Of doen jullie gewoon competitie ook nog spelen allemaal? Nee, dat is nu voorbij. Dat is voorbij. Ja, eerst vakantie afwachten en dan september weer vol in training. September hier, weer trainen. Zeker. Ja, oké. Okay. Ja. En Ja, zo. Leuk. Dankjewel jongens. Hoi. Diana, ja, de tap staat niet stil. Het gaat hier met honderden liters volgens mij eruit, of niet? Ja, klopt. Duizenden liters. Duizenden liters zelfs. Ja, zeker. Daar gaan we voor. Staat niet stil die tap? Nee, daarom. Maar dat moeten we hebben. En hebben jullie wel genoeg voorraad? Zeker weten. Ja? Ja, zeker. Duizenden liters. Ja. En het is een topdag. Dus, en dat is nog lang niet klaar. Jullie hebben erop gerekend. Ja. En de keuken? Nou, die hebben nu hulp nodig, dus die ga ik even helpen. Dankjewel, hè. Ja. Is het met de klandizie? Nou, het is hier ontzettend druk. Ja. Gezellig en druk. Ja. Ja. En je hoeft ze niet op te roepen, de kinderen, ze komen hoor, vanzelf. Ze staan gewoon in de rij hier. Dus het is een gezellige drukte. En wat is het meest gevraagd, hè? De flamingo is veel voorbij gekomen. Ja. En de prinsessen. Ja. Ja. En wat is dit? Dit is een regenboog met wolkjes. Een regenboog met wolkjes. Wilden ze dat graag? Dat wilden zij graag, ja. Ja, de kinderen mogen zelf kiezen. Wilde jij een regenboog? Leuk, hè? Ja, dat is lastig. Hey, wat zijn jullie voor een bedrijf? Ook van hier gewoon? Wij komen uit Nijkerk. Wij zijn Fraai en Franje en wij komen uit Nijkerk. Ja, ik ga een trucje doen. Okay, met konijnen. Opgelet. Juist. Dit is een jongetjeskonijn. Dit is een meisjeskonijn. Dan moet je goed opletten. Als je het jongetje in de ene hand doet, meisje in de andere hand, en zo, poink, dan springt het jongetje naar het meisje toe. Ja? Gek, hè? Dat zou niet moeten kunnen, hè? Zou jij je hand op willen houden? Ja? Mag jij het meisje vasthouden? Goed vasthouden, doe maar dicht. Mag je hand zo houden? Neem ik deze. Een beetje blazen. En maak maar open. Jij hebt ze alle twee. Oh, ongelooflijk. Hoe doe je dat? Hé, hey, maar kan het ook als ik jou alle twee de konijnen geef, hè? Ja? Goed vasthouden. Ik ga ze weggoochelen. Let op. Oh, kijk, dankjewel. Kijk, zo'n konijn ontsnapt. Dat is goed gezien, ja. Maar zometeen zijn ze weg, hè? Hé, hey, je hebt hem nog, hè? Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5. Voel je nog iets? Uh-oh. 6, 7, 8, 9, 10. Voel je nog iets? Uh-oh. Wacht eens even. Wat is er gebeurd? Maak ze open. Oh, je hebt allemaal kleine konijntjes. Zie je dat? Oh, dat loopt helemaal uit de hand. Ongelooflijk. Hoe doen jullie dat toch? Ik weet ook niet hoe het kan hoor. Zij doen dat allemaal. Ja. Hé, wat goed hè? Ja. Hoe deed hij dat nou? Goed. Ja, wat goed. Ja. Niet opeten hè? Hé, wat knap van hem hè? Ja, echt waar. Ja. Het kan gewoon niet. Nee, dat kan niet. Jij had er hoeveel? 5, stuk 5. Nou, ja. Hartstikke goed. Ja, nou ja, ik ga nog even verder gooien. Ga maar verder, ja. Zeker. Dankjewel. Yes, fijne dag nog. Ik moest even naar jou. Ik moest even naar jou, Peter Tolboom. Want jij bent de slechtste keeper van het toernooi. Ja,
hier, hè? Hey, het is ook helemaal waar ook. Ja. Ja, het is helemaal waar. Witte ballen vangen, ja. Witte ballen vangen kan die, dat is de beste. Ja. Wie zijn jullie? Nou, dit is Team De Vette. En dat is De Vette. Die betaalt alles vandaag. Wie is de sponsor? Ik. RTC De Vette. Mede mogelijk maken RTC De Vette. Ook voor verbouwingen, alles. En jullie zijn zo te zien klaar? Nee, de finale nog. Finale nog. Hè? Nee, we hebben nog één wedstrijd. Nog één wedstrijd? Zeker weten. 100%. Komen jullie wel van de kruk af zo? Wat zegt u? Je komt toch wel van de kruk af zo nog? Nee, bank. Waar komen jullie vandaan? Achterveld. Achterveld? Achterveld. Perfect, daar zijn we ook wel eens geweest bij Achterveld. Op het fietsje? Ja. Lekker hoor. En jullie zijn, hebben jullie een naam, team een naam? Ja, RTC De Vette. Oh, de RTC, dat hoorde ik net. Voor verbouwingen en kleine, wat is er meer? Verbouwingen. Grote verbouwingen, kleine verbouwingen. Grote verbouwingen. En wat sta jij? Ik sta midden. Spelbepaler. Spelbepaler? Meestal baas. Waar stond hij nou? Hij! Hij? Spelbepaler. Hij is boer. Ik weet niks. Hij is boer. We houden hem mee op. Wat ben jij gemeen? Ik moest jou interviewen omdat jij er het strakste uitziet van het hele team. Ja, dat klopt. Hou je hem nou in of niet? Nee. Oh, nee. Kan je nagaan als ik dat wel doe. Even kort, waar komen jullie vandaan? Wij komen gewoon uit Leusden. Uit Leusden? Ja. Hebben jullie een naam? Het team heeft een naam? Ja, wij heten Roda 2. Roda 2? Ja, ja. Wat origineel. Ja, en Roda 1 doet niet eens mee. Nee. En hoe staan jullie ervoor? Ja, gaat goed. Gaat steeds beter. Nog niet klaar? Ja, er zit nog wel wat verbetering in. Ja. Vandaag nog? Ja, ik denk dat we volgend jaar dat we wel een ronde verder komen. Ja. Hoe ver zijn jullie nou gekomen? Tweede in de poel, maar we werden niet de tweede beste. Oh. Met hoeveel goals voor en hoeveel achter? Oeh, dan moet ik even naar mijn aanvoerder. Nee, hoop niet. Nog één ding. Dinsdag spelen de dames. Durf jij een uitslag te geven? Ja, 5-0. Schitterende naam. Mooi toch? Oude beloftes. Ze staan een paar te paffen en er staan er een paar met lichtelijk... Maar, jij houdt hem in, of niet? Nee. Oh, niet zo? Nee. Complimenten. Dat komt nog. Hey, oude belofte, dus jullie staan in de finale. Ja, leuk hè? Ja. Ja, wat een leuk potje, denk ik. Hoe, ik heb geen idee tegen wie, maar ziet zo wel. Iets Le Havre. Hoe is het tot stand gekomen, klein beetje, de finale tot nu toe dan? Alles winnen, hè? Alles winnen, ja. Alles en goed winnen ook. Lekker dik gewonnen alles? Lekker dik gewonnen ook. Volgens mij is het doelsaldo aardig... Ja, die is redelijk aan onze kant. Ja. Hey, mooi ja. Man. Ja, ja. Jullie weten niks van de tegenstander natuurlijk. Nee. Hoe ga je dat doen? Communiceren? Gewoon eigen spelletje spelen. Lekker voetballen. Ja. Dat is het belangrijkste. Gewoon eerste prijs pakken? Zullen we doen? Durf je het aan? Ja hoor. Ja hoor. Gaan we nu kijken. Ja, is goed. Doen we. Ja. Hij gaat de eerste prijs pakken. Weliswaar een 35-plus team. Jullie hebben een achtergrond als eerste elftal spelers, hè? Ja, er zitten inderdaad een paar bij, inderdaad. Ja. Ik heb inderdaad een paar in het eerste gevoetbald. En deze jongen hier in het eerste. Remy Huygens, die hebben jullie net volgens mij voor de camera gehad. Die heeft een paar jaar in het eerste gespeeld. Hier bij Roda en ook bij een ander elftal. Speying. Ja, inderdaad. En dit zijn ook nog een keer twee collega's van mij. Wij hebben wat kleding kunnen regelen via ons werk. Scotch en soda. Dus ja, dat brengt een beetje bij elkaar. Ja, schitterend. Ja. Maar daarom zijn we ook zo geëindigd, want jullie hebben allemaal een dot ervaring. Ja, het zijn allemaal wel voetballers. Het zijn wel voetballers. Maar goed, allemaal wel met een vooral voor de leuk. En we wisten eigenlijk niet dat we zo ver zouden komen. Maar uiteindelijk dan rolt het balletje en dan... Dan moet je het ook afmaken ook, hè? Ja, dan gaan we het afmaken ook. Ja. Oké, let's go. Okay.
de derde en vierde plaats net. Ja. Vorig jaar nog finalist. Gewonnen trouwens toen. Ja. Beetje teleurgesteld. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar ja, goed. Het gaat ook om de gezelligheid. En als oud-Roda speler zie je allemaal oude bekenden. En ja, het is lekker weer. En ja, het is jammer. Maar soms lopen dingen zo, hoor. Ja. Het is jammer. Vorig jaar dus eerste geworden, nu derde. Met zo'n beetje dezelfde groep jongens als vorig jaar? Ja, we hadden, dit jaar hadden we ongeveer hetzelfde team aangehouden als vorig jaar. Helaas drie jongens die dit jaar niet mee konden doen. Twee waren geblesseerd geraakt. Ander die moest nog werken. Dus ja, dan hebben we gewoon op een andere manier dat aangepast. En ja, toch nog met een leuk team zijn we ver gekomen. Ja. En ja, het is ook ontzettend warm, hè? Ja, dus al die wedstrijden, dus Hey, nog blessures? Nee, gelukkig. Hè? Alleen bij mij even. Een paar dagen geleden door mijn hamstring gegaan. Hamstring, ja. En ja, je blijft gewoon een voetballer en je wilt gewoon knallen. Ja. Dus ik heb gewoon mijn best gedaan en de jongens hebben toch nog wat aan me gehad vandaag. Dus ja, nu gewoon even lekker herstellen. Ja. Genieten van het weer en dan op naar volgend jaar, denk ik dan. Dank je doen. Ja, sowieso. Het is een leuk evenement dit, zeker. En verschillende teams die uit verschillende landen meedoen. Ja, dat doet Roda hartstikke leuk. Dus dat kan je alleen maar supporten door gewoon lekker te blijven. Drankje pakken, lekker eten. Dus ja, absoluut. Goede mentaliteit deze. Ja, nou, dankjewel, zeker. Ja, ja, ja. Blijf wel staan. We moeten gaan wisselen. We gaan nu wisselen. Want die nabeschouwing doen wij sinds jaar en dag op een zeer bekende wijze. U weet het, Jan de Vijver in de studio. En die zal u, als hij nu al klaar is, en dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet. En gokken met elkaar en geven wij zo weigen wij ons voetbal commentaar. Zo wachten wij gespannen af totdat de fluit de fluit en rond de bal dan zingen wij met donderend geluid. Hup, Holland, hup, laat de leeuw niet in zijn heffie staan. Hup, Holland, hup, trek het beestje geen pantoffels aan. Hup, Holland, hup.
klinkt het oude Holland, hup! Bij elke sport zingt iedereen dit liedje voor zijn club. Geen splitten voor prestaties van het allerhoogst niveau. Zeg Wim tot Piet, we zitten goed, het gaat vandaag weer zo! Dat het laatste fluitsignaal kan onderscheiden. En dat betekent tegen het einde van deze ondraaglijke spanning. Fatigué. Et c'est dommage. Très dommage, mais c'est pas grave. Très beau tournoi. Très beau tournoi. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous. Finalisten, 1-0 gewonnen. Beetje magertjes, maar dik tevreden, hè? Voldoende. Van de Fransen. Van de Fransen, ja. Ja. Le Bleu. Le Bleu. Dat zijn toch internationale toppers. Ja. Je mist een beetje de creativiteit in de laatste wedstrijd. Maar dan kun je wel zien dat je 8 wedstrijden in de benen hebt zitten. Dus dan is hij er gewoon doorheen slepen. En dat, mooi geweest, hè? Ja, mooi geweest. 1-0, prima. Ja, vermoeidheid sloeg toe. Ja. Veel achteruit gelopen. Gelukkig scoren we vroeg. Heb daarna komt nog wat leuke voetbalclichés? Ja, heel veel, ja. Normaal zeg ik altijd, ja, weet je, een bal is rond, het is 11 tegen 11. Dat is een goeie. En wedstrijd duurt 90 minuten. Heel goed. Maar ja, de enige waarheid vandaag was dat de bal rond was en de rest gold niet. Maar dat is een knappe quote, man. Ja, ja. Jij bent een creatieveling, ja, hè? Ja, ik kan zo bij Voetbal Insight, joh. Maakt niet uit. Slap ouwe hoeren. Hey, we gaan zo de beker uit. Wie gaat de beker in ontvangst nemen? Gewoon de aanvoerder, hè? De aanvoerder. Ja, natuurlijk. Oh, daar komt hij. Qu'est-ce que tu dis? Je disais qu'elle était très très jolie. Oui. Et très gentille. Gentil. Et franchement, vous êtes tous extraordinaires. Oh. Et merci pour cette organisation-là. Ah j'ai ouais. fait beaucoup de tournois. Et des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc merci. Formidable. Merci beaucoup. Yeah, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Volgens mij is het niet afgelopen. Volgens mij gaan we nog een bier drinken. Dus dat gaan we nu maar heel snel doen, denk ik. Ja, ja. Dankjewel. Ja. 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 Ja.